het weer wennen, man. Leuk dat jullie kijken bij deze nieuwe video, jongens. De eerste officiële video van 2022 in het nieuwe seizoen. Het heeft heel lang geduurd voordat we weer gaan uploaden, maar vanaf nu zijn we weer helemaal terug. Ik hoop dat jullie er zin in hebben in dit seizoen. Weer een seizoen na vorig jaar waarin het niet mocht officieel. Dus ik ben heel erg benieuwd wat er gaat gebeuren. Of er weer een verbod komt uiteindelijk. Gaan jullie binnenkort allemaal up-to-date houden hoe ik erover denk. Druk allemaal even op het belletje hier beneden. Want we hebben zo lang niet geüpload. Dus dat houdt in dat YouTube ons niet meer pusht misschien. Dus druk allemaal op het belletje. Want de komende video's die eraan gaan komen, die willen jullie niet missen. We zijn namelijk naar Spanje geweest. Mooie nieuwe spots gevonden om vuurwerk te kopen en af te steken. Die video komt binnenkort, sneller dan je denkt. Even de beste producten van vorig jaar. We hadden hier namelijk... Wat was dit ook alweer? Dit was die oude badge, hè? Die goede badge. Dit was de... 2021. En dan... Oh nee, die was minder. Deze was de goede. Kijk maar. 2020. Dit was 2020. Ja. We hadden natuurlijk... Vorig jaar hadden we dat gezeik met de Aldi. Dat ze dus knetterlinten hadden van 2021 die weer slecht waren. 2020 die waren dan weer goed. Gaan we gelijk even vergelijken voor jullie. Ze hebben natuurlijk, even kijken, 9,5 maand hebben ze gewoon lekker gedroogd. Alsof het fruit is. Eentje zo. Even met de PTD torch. Ik zal dichtbij, man. Die was goed gedroogd, hè? Voor mij echt, dat ligt er echt aan. Die waren niet van Aldi, denk ik. Deze nog? Je hebt er wel zin in, hè, Mies? Laten we maar beginnen met deze oude vertrouwde crackling balls. En dit zijn niet zomaar crackling balls, want deze zijn heel oud. Die hebben we toen gekregen van iemand. Dag kwartelvuurwerk. Die had hij nog liggen. Dit zijn hele oude. Waarschijnlijk ook nog met die zakjes erin. Ja, zie je? Kijk, nog dat zijn een betere. Die pellets zijn zo kut, man. Echt, hè? Voelt wel weer goed om te stoken, man. Ja, nou, zo hard gaat hij ook weer niet. Vergeleken met die grote big ball net. De beste wensen. Ja, jullie ook. Dit was die oude, doen we eerst die nieuwe. Die film nog? Ja. Oud. Okay, doen we eerst even... Zeg je nou, ben je oud? Doen we eerst even deze nieuwe. Deze waren dus slecht van vorig jaar, weet je nog? Oh jezus. Slecht, hè? Gaan deze zacht, man. Hij was vergeten, hè? Wee, joh. Echt slecht. Moet je nagaan, je kan hier ook gewoon echt helemaal bovenop staan. Ja, dat is de bedoeling. Kijk hier. Dit zijn die knetterlinten die wel goed waren van de 2020. Moet je kijken, het verschil. Die gaan ook veel sneller. Ik ben benieuwd. Zo. Kijk hè, dat verschil. Normaal, man. Deze gaan echt goed. Zijn dit die oude of die nieuwe? Ja man, ze hebben ook even lekker gedroogd. Gedroogd. Zo. Ik dacht even dat die nieuwe waren. Sukkel. Daarom liep ik... Nou jongens, gaan het even op mijn manier doen. Ja. Duurt even wat te lang voor Jordi. Zijn touwtjes erbij? Doe het even op mijn manier. Ja, flikken, die gaan alle kanten op, man. Die gaan niet alle kanten op, dat zeg ik ook, hè. Dat hadden we vorig jaar ook gezegd. Op het moment dat je die nieuwe gewoon bij elkaar legt, dan is het nog wel wat. Maar... Toch zijn ze een stuk zachter. Deze nog? Ja. Waren van de Lidl. Toch? Ja, dus. En die waren wel goed. Ik vergeet het altijd snel. Blijven mooie toortjes, jongens. Ik denk toch wel een van de betere die er zijn. Dit waren die van de Lidl van vorig jaar. Kijk wat. Waren deze nou slecht, of? Ja, die waren wel goed, hè? Ze gaan wel goed. En wat we hier ook hebben, jongens, zijn de Knetter Kings. Badge nummer 2015, denk ik. Nee, joh. Volgens mij wel, man. Ik, of althans, 2018, dacht ik. Maar ik kan niet zien. Je gaat wel heel snel terug de tijd in hier. Hier, 18. Zie je? Ik had er daar heel karton door jou gehaald, bij de Aldi. Ja, maar hou een heel karton.
Oh, nou trouwens. Deze was ook niet echt mooi. Zo even. Yo. Even een aantal op een rijtje. Jezus. Oh, zo, mijn oren gek. Holy moly. Hoppa. Hier, wacht dan. Wel een klote dingen, man. Alleen jammer dat er niet echt een knetter vanaf komt, man. Ja, deze zijn ook niet zo goed, man. Ik denk dat dit toch geen 18 bed zijn. Jawel, man. Oh ja, weet je nog, deze achterkant. Dat hebben ze gebruikt, man. Fucking ziek. Iedere kaakje. Politiemotor. Politie, maar jij? Ik dacht ook. Hij zat ook echt zo te kijken. Nou jongens, dit zijn de Funke luchthuilers. Ik ben benieuwd of we ze dit jaar weer op de markt kunnen zien. We hebben heel veel ingeslagen in ieder geval. De F1 variant. Heel erg gevaarlijk. Ik blijf het benadrukken. Mochten jullie deze ook hebben, niet mee fokken, weet je. Ik weet dat het echt verleidelijk is om deze dingen gewoon te laten vliegen. Nou, deden wij ook genoeg. Nou, gaan wij het nu ook doen. Ze blijven leuk, man. Ik zeg heel eerlijk. Dat waren de proeftijders. Die hebben zo, die zitten gewoon alvast aan elkaar. Ja, mooi. Ga even ratelins doen. Ja, dat zijn de goede. Gaat hard. Ik zeg, doe de rest maar even. Ja? Ja, joh. Gooi hem af daarin dan. Waar zo? Oh, jij doet hem zonder pakje natuurlijk. Je legt hem maar even daarin bij die knetterkings. Ik denk aan het milieu, weet je. Minder verbranding. Het is al één tering zo hier. Ja jongens, dat was weer de video voor vandaag. Volgende week, waarschijnlijk, of de week daarna, moet jullie even Instagram in de gaten houden. Komt er een hele zieke tripvideo online naar Spanje. Mooie knallers kunnen stoken, want in Spanje heb je gewoon nog F3 in plaats van P1 zoals in België en in Duitsland. Ik ben ook super benieuwd of we eindelijk na 3 jaar weer vuurwerk kunnen kopen in Nederland. De laatste keer was natuurlijk 2019, dus het wordt wel echt tijd dat we dit jaar met de verkoopdagen weer eindelijk gewoon legaal ons vuurwerk kunnen kopen. Thanks voor het kijken. Jullie zijn bazen dat jullie deze video afkijken, want we zijn natuurlijk al heel lang daaruit geweest. Maar vanaf nu helemaal terug. Later.